Dit is de huidige situatie. En dit gaat het worden. Er komt een fiets- en voetgangersbrug om de drukke provinciale weg over te steken. Drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden. En bij het grote kruispunt mag niet langer links afgeslagen worden. Je ziet eigenlijk dat Hazenwoude-dorp heel veel groter is gegroeid dan het oorspronkelijk was. Al dat verkeer moet nog steeds via de dorpstraat het dorp in en uit. Nou, dat is eigenlijk niet meer daarop berekend. Dus wat we nu doen, is we passen de wegen binnen de mogelijkheden zodanig aan. dat ook het verkeer in Hazenwoude-dorp andere mogelijkheden heeft om het dorp in en uit te gaan. Dankzij de nieuwe brug hoeven fietsers en voetgangers in de toekomst niet langer via het drukke kruispunt van de dorpstraat met de gemene weg de N209 over te steken. Je ziet daar nu veel scholieren de provinciale weg oversteken. Dat vinden wij niet een hele fijne, veilige situatie. En met deze fietsbrug kunnen we die situatie echt flink verbeteren. Bezoekers van het zwembad, bezoekers van de scholen en bezoekers van de sportvelden kunnen op die manier echt op een fijne manier het dorp inkomen. Komend najaar nemen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alfen een besluit over dit plan. Het is de bedoeling dat het in 2020 gereed is.